ben ik ook live op Stamvaste. Dus dan zal ik even iedereen even gedag zeggen. Welkom bij ons live in de studio. En we hebben het gehad over de situatie dat er nu speelt in de hele wereld. Ik heb u net gezegd, wij als Stamvaste zijn al vanaf februari bezig met deze situatie. En we hebben uitgelegd waarom zo belangrijk het is, die zware preventie. Die zware preventie is nodig, nogmaals, ter voorkoming dat het virus zich verspreidt. En nu, zoals ik al net eerder zei, nu blijkt het dat we dus erg afhankelijk zijn van, het buitenland. En we produceren bijna niks meer. We gaan nu even dingen zelf moeten maken. Ze gaan nu ademhalingsapparatuur proberen zelf te maken hier. Mondkapjes moesten we laatst halen uit China. Amerika is het ook. Italië ook. Dus eigenlijk zijn we landen geworden die niks produceert. En we zijn allemaal afhankelijk geworden van andere landen. Dit leert ons om goed na te denken van wat is onze eigen positie. Wat doen we nog zelf en wat kunnen we nog zelf doen, meer gaan doen, om te zorgen dat je in elk geval niet in zulke omstandigheden terechtkomt en afhankelijk bent van je import en je logistiek wat apparatuur betreft uit het buitenland. Ik heb u gezegd, we gaan zometeen bellen met wat mensen om aan te geven dat er, dat we om met mensen te praten die nadeel ondervinden van deze situatie. En dat gaan we zo meteen doen. Even kijken wie we zo kunnen bellen. Even zien hoor. Even kijken wie we gaan bellen. Even. Yes, thank you. Oh, goed. Ik word er anders te veel afgeleid hoor. Als de deur dicht is, is het goed. Dankjewel. We gaan nu even bellen met een mevrouw die, even wachten hoor. Een mevrouw die hier werkt als masseuse. Als het goed is, verwacht ze ons telefoontje. En dan kunnen we even over praten op welke manier zij hinder ondervindt van het virus, zoals vele mensen. En even kijken of we er aan de telefoon krijgen. In elk geval, u heeft alles gehoord wat de premier Rutte heeft gezegd en de twee andere ministers. Dat er verregaande maatregelen zijn getroffen. Waarom? Omdat wij niet luisteren met z'n allen. We zijn eigenwijs geweest, trangajessie. En we doen ons eigen ding. En we hebben vanaf het begin gezegd, ook vanuit Stamvaste, laten wij proberen binnen te blijven. Hi Orsila, je spreekt met Gloria van Radio Stamvaste. We gaan je live in de uitzending gooien. Is dat oké? Okay? Dankjewel. Even kijken hoe ik dit ook alweer moet doen. Rij. Yes, hi. Je bent in de uitzending. Ja, hoi. Hoi, hoi. Mag ik je naam weten en kun je vertellen wat je werkzaamheden zijn? Mijn naam is Auxilia de Rosario. Mm-hmm. En ik ben van beroep zelfstandige. Ik ben massagetherapeute en trainercoach. En trainercoach. En wat is het eerste wat je zei? Heb ik niet zo goed verstaan? Massagetherapeut. Massagetherapeut, oké. Okay. Ja. Welke impact heeft het virus nu op jou in je werk en ook financieel? Nou, enorm veel. Want ja, sinds dat er dus geroepen is, dus dat we tot 6 april dat we afstand moeten nemen van elkaar. Ja. Ja, heb ik eigenlijk al mijn afspraken worden afgezegd. Ja. En heb je net gehoord wat de nieuwe maatregelen zijn? Ja, ik heb er echt gewoon pijn in mijn buik van. Ja? Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Want hoezo? Kun je eens een beetje uitleggen? Ik kan me er wat bij voorstellen. Maar vertel eens, wat doet zo'n besluit, wat een maatregel die genomen wordt door de regering, voor jou financieel? Nou ja, dat betekent geen geld. Geen inkomsten. Mm-hmm. Niemand komt bij je. Dus ja, er is geen werk. Nee. Er is geen inkomsten, dus ja, ik zit nu even in zo'n verlammingsgevoel. Ja. Van ja, wat nu? Want ja, ik ben massagetherapeut, ik moet mensen aanraken. Klopt. En en zelfs de coaching, ik bedoel, ik kan ze online doen, mm-hmm. Maar ja, het gaat niet het effect hebben, weet je, wat ik normaal heb op mijn mensen. Klopt.
Natuurlijk een enorme klap, zeker nu dat je dus niet is tot 6 april, maar nu is verlengd tot en met 1 juni. Tot 1 juni? Ja, oh dat, God, ja, ja. Dus 3 maanden verder, zeg maar. Echter hebben ze een paar weken geleden natuurlijk ook verteld dat er voor de ZZP'ers regelingen worden getroffen. Je kunt dus zeg maar op bijstandniveau helaas, hè, is dat volgens mij. Ja, dat is ook zo. Ja, ik bedoel, alle beetjes zijn meegenomen. Mm-hmm. En alleen, ja, je moet ook gewoon weken wachten erop. Aha, dus als je nu gaat, zeg maar, is niet zo dat het een versnelde procedure is dat je dan een voorschot krijgt. Nee, het is hartstikke druk. Ja. Er zijn zoveel mensen die indienen. Klopt. Dus ja, daar gaat gewoon tijd overheen, onderzoek Klopt. Overheen. Klopt. En dus, ja, over een paar weken, dan ga je pas wat ontvangen. Klopt. Dat is inderdaad heel lastig. Is een logistiek ook een enorme klus natuurlijk. Ik heb vroeger bij de sociale dienst gewerkt, als maatschappelijk werkster. En als er aanvragen werden ingediend, dan moet je het eerst gaan behandelen. Je moet eerst gaan onderzoeken. En dan, dan gaat het nog door een commissie die gaat besluiten van, heeft de persoon recht, ja of nee? En dan wordt er een uitkering. Maar goed, als het goed is, gaan ze dit toch een beetje versnellen. Maar ja, je moet mankracht hebben om al die aanvragen aan te kunnen natuurlijk. Ja, precies. Dus ja, hoe je draait een keer, het is toch een moeilijkheidsgraadje. Ja. Het is niet iets wat, ik ga even naar de gemeente en het wordt zo voor me gedaan. Nee. Weet je wel? Er gaat gewoon tijd overheen. Klopt, ja. En heb je in die zin, had je nog wat spaargeld? Heb je mensen die je kunnen helpen? Nee. Ik was wel blij dat ik een maand doorkwam, zeg maar. En ik moet je eerlijk bekennen, het ging echt goed met me de laatste tijd. Dus ja, ik zag echt vooruitgang en ik had allerlei plannen en zo voor het aankomen. Een jaar. Maar ja, alles valt in het water nu. Ja, is wat ik steeds in mijn programma zeg, is dat we denken dat we zekerheden hebben en er gebeurt wat en blijkt dat we helemaal geen zekerheid hebben. Echt. Dat je leven dat is in één klap. Dit. Ja, dat kan me helemaal voorstellen. En ik weet niet, heb je een huurhuis of een hypotheek? Een huurhuis. Oké, en als het goed is, houden woningstichtingen volgens mij ook rekening. Althans, banken met hypotheek hebben het aangegeven dat ze dus volgens mij het begrip hebben dat mensen geen huur kunnen betalen of hypotheek kunnen betalen. In hoeverre zou jouw woningstichting daar ook genegen voor zijn? Weet jij dat? Heb je al contact gezocht? Ik heb nog niks gehoord van ze. En ik denk dat iedereen voorzichtig toestemming geeft, zeg maar, weet je, voor dit soort dingen. Ja. Want ja, snap je? Ik bedoel, iedereen kan dan gaan zitten claimen en gaan zeggen. Dus ik denk dat ze gewoon voorzichtig zijn. Ja, goed. Heb jij alvast een claim ingediend? Of althans een verzoek ingediend van gezin? Ja. Oké, aan de woningstichting ook? Nee. Alleen bij de gemeente. Nou, dan zou ik zeker ook bij de woningstichting dat drop als ik jou was. Zou ik echt advies geven aan iedereen, ZZP'ers die nu in een situatie terechtkomen, even een brief geven naar de woningstichting. Als het goed is kun je overleggen, ook echt aantonen dat je afhankelijk bent van inkomsten vanwege je klanten. En dan hopelijk dat mensen, als het goed is, gaan we ervan uit dat men daar ook rekening mee houdt. In elk geval, want dat is juist het belangrijkste, dat die druk wordt weggenomen. Anders zit je nog meer in de stress. Ja joh, het is gewoon, je hebt geen vooruitzicht zeg maar, weet je, want ik heb nu voor mezelf, moet ik creatief gaan nadenken van hoe ga ik dit anders aanpakken. Klopt, ja. Maar ja, het is zo'n klap, het is ineens waren we hier zeg maar, weet je. Klopt. Ja, ineens zitten we niemand hier. Had het kunnen voorzien. Ja, niemand had het kunnen voorzien. Nee, inderdaad. En dan vraagt het enorm werkelijk om creativiteit. En ook om hulp van elkaar. In deze periode kunnen we zien wie is nou echt een vriend. Hè? In hoeverre zijn we echt betrokken met elkaar. Of zijn we dus echt zo'n egoïstische samenleving geworden. Dat het alleen maar is ikke. Dit zullen we, deze periode zullen we dat heel goed zien, denk ik. Zeker. Het is echt een hele uitdagende situatie, maar het is ook een hele tijd waarin we allerlei nieuwe dingen gaan krijgen. Mm-hmm. Inderdaad, met samenwerkingen, precies. Anders werken. Precies. Ja. Dus ja. Nou, ik wil je heel veel succes wensen, sterkte. Probeer toch in deze moeilijke periode toch nog het lichtpuntje te zien. Dat je in elk geval nog kan lopen, kan praten, een huis hebt. Ja. En dat dit, voor jou snel wordt opgelost en voor heel veel andere mensen. Ik ga zo meteen ook bellen naar Nederlanders die vastzitten in Peru. Die ook niet terug naar huis kunnen.
En dat is natuurlijk ook een... Wat een situatie. Echt, hè? Ja, ja, ja. Op verschillende terreinen worden mensen getroffen, zeg maar. En ik wil het niet van jou bagatelliseren. Absoluut niet, hoor. Dat is niet dus voor iedereen heeft weer zijn eigen slag en klap te verwerken. Zeker. Ja. Zeker. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Inderdaad. We zitten allemaal in hetzelfde... In de guarantine boot, yes. Kun je zeggen. Ja, man. Nou, heel veel succes en thanks voor je tijd. Hartstikke bedankt. En jullie ook bedankt. En heel veel succes met het programma. Dankjewel. Oké, tot ziens. Doei. Doei. Dat was dus... ik ben nu even de naam kwijt, wat ernstig. Die we gebeld hebben, die een masseuse is en een coach. En ja, nu geen inkomsten meer heeft. Dat was eigenlijk tot en met 6 april was dat de bedoeling. Hè? Dat mensen even helemaal niks mochten doen. Nu is het gedaan voor vandaag... is de situatie verlengd naar tot en met 1 juni. Ingrijpende maatregelen inderdaad. En ik heb het u al gezegd, nu in deze periode zien we dus... hoeveel we afhankelijk zijn geworden van allerlei dingen buitenshuis. Nu worden we teruggeworpen op onszelf om binnenshuis onszelf bezig te houden. En we zien nu hoe afhankelijk we waren van dingen buiten. Hè? We konden naar een terrasje pakken. We konden naar het restaurant om te gaan eten. We konden op bezoek. We konden onze feestjes geven. We konden bioscoop pakken. We hadden alle vrijheid om alles te doen. Alleen alles was buitenshuis. En nu worden we met ons allen zo boep, teruggeworpen naar binnenshuis te doen met elkaar. En je zou maar in een klein huis wonen met heel veel mensen... of in een situatie zitten met kleine kinderen... en dan word je toch gillend gek. Het is erg belangrijk inderdaad... om te gaan beseffen in welke uitzonderlijke situatie wij zitten. En ik zeg altijd, je hebt 2 keuzes. Een vriend van mij die zei altijd... Gloria, er zijn meer keuzes. Jij hebt het altijd maar over 2. Ja, ik ben een beetje zwart-wit denker. Ik heb weinig grijs gebied. Het is of dit of dat. Dus ik houd van mij werkt dat prima. We hebben keuzes. 2 keuzes vind ik dat ik heb. Of ik ga zitten kniezen. Ik ga balen van de situatie. Of ik ga kijken hoe kan ik hier het beste eruit komen. We blijken dus nu inderdaad afhankelijk te zijn van allerlei activiteiten buitenshuis. Nu worden we door de situatie gedwongen om binnenshuis te gaan kijken. Hoe kunnen we het met elkaar doen? Je gaat leren creatief te zijn. Je gaat leren omzien naar een andere. In deze periode waar er zoveel ZZP'ers zijn. Als je er eentje kent, misschien kun je zeggen... Hey, ik breng vandaag wat boodschappen voor je. Dat we naar elkaar nu om gaan kijken en alle andere... uiterlijke vormen die we hebben gezocht om onszelf te vermaken... zijn nu in één klap weggevallen en worden op onszelf geworpen. En dat is alleen maar goed, denk ik. Dit is goed, zodat we stil kunnen staan bij hoe wij in elkaar steken. Wat voor maatschappij zijn wij? Wij zijn, eigenlijk produceren wij niks, maar we consumeren meer. Nu worden we gedwongen om te gaan produceren. Ik hoorde de minister zeggen net, we gaan kijken met bedrijfsleven, hoe kunnen we heel snel beademingsapparatuur maken? Want het moet allemaal van het buitenland komen. Men heeft nu niet voldoende. Mondkapjes moesten uit China komen. Amerika, die een vrij groot producerend land was, blijkt dus nu alleen maar... te consumeren. Ook zij zijn afhankelijk van andere landen. Dus in het Suriname zeggen wij... Ala ogritja wambung. Van deze slechte situatie kunnen we leren... als we willen leren, om te zeggen van... hé, luister eens, de situatie is nu zo. We moeten het anders gaan doen. We moeten meer gaan produceren. Ook in mezelf kan ik meer gaan produceren. Meer liefde geven, meer aandacht geven. Oog hebben voor een andere. Meer produceren in plaats van alleen maar te consumeren. We gaan zo bellen naar de mensen in... how do you call it, Peru. Daar zitten dus Nederlanders nog steeds vast. Die kunnen niet terug naar huis. We hebben eventjes, ga ik even terug met u, naar wat de maatregelen zijn die nu genomen zijn door de regering. Even, het is nu in huis zitten, in de privésfeer. Mocht je jarig zijn, heb je maar 3 mensen kun je ontvangen. 1,5 meter tot 2 meter afstand nemen, wordt er nog steeds gezegd. Ik heb begrepen van een wetenschapper die ik altijd bel. 7 tot 8 meter is eigenlijk het juiste. Maar laten we even uitgaan van wat ze hier zeggen. 2 tot 1,5 tot 2 meter. Als je jarig bent, kun je dus geen verjaardagsvisite hebben. Omdat je dan elkaar kunt besmetten. Als je dus als particulier je niet houdt aan de afspraken, aan de maatregelen, riskeer je een boete van 300 tot 400 euro...
burgemeesters van de gemeentes mogen gebruik van, maken van noodverorderingen. Dus die mogen ter plekke vertellen van dit gaan we doen, dit gaan we niet doen. We pakken jou nou op en we doen dit. Die ruimte hebben ze nu gekregen. Daarnaast, als bedrijven zich niet houden aan afspraken, tussen de 3.000 en 4.000 euro kunnen ze als boete krijgen. En tot en met 1 juni zijn deze maatregelen voorlopig gesteld. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal geen prettige berichten. Echter, ik blijf het zeggen. Laten we het beste maken van een slechte situatie. Dan moet je ook wel willen, moet je ook creatief zijn. En moet je natuurlijk ook in de gelegenheid zijn. Ik heb iets makkelijker praten, want ik woon alleen. Dus ik heb niemand die me stoort. Of waar ik me aan moet, rekening mee moet houden. Ik kan doen wat ik wil, bij wijze van spreken. Ik snap het. En ik ben me er degelijk van bewust dat wanneer je met elkaar zit of met een gezin zit, dat de situatie anders is. En dan word je dus echt gedwongen. En dat vind ik eigenlijk, ja, het klinkt een beetje raar misschien in uw ogen, in uw oren. Maar ik vind dit een geweldige gelegenheid bij uitstek om nader tot elkaar te komen. Voor mij is dit echt een geweldig moment van, hey mensen, stilstaan. Laten we even stilstaan. Hoe hebben we geleefd met elkaar? Hoe deden we het met elkaar? Waren we alleen maar aan het rennen en daar gaan en zus gaan? Nu worden we geworpen bij en tot elkaar en nader tot elkaar te komen. Het is een geweldige gelegenheid. Draai dat ding om. Maak er iets positiefs van. En nogmaals, ik snap het dat het niet altijd zal lukken als je in een situatie zit met heel veel kleine kinderen of mensen die, wat ook erg triest is, zeg maar, die gehandicapte kinderen hebben en die maakten gebruik van een dagopvang. Weet je, wat voor de ouders wat een beetje lucht gaven. Hun kind werd opgehaald om 9 uur, in de rolstoel werd gebracht naar een dagopvang en kwam dan 's middags weer terug. Had mama of papa even de ruimte, huis schoon te maken, even boodschappen te doen en dat soort dingen. Dat is helemaal weggevallen. Voor die mensen is het ook zwaar. Kent u zulke mensen in uw omgeving? Misschien ook fijn om eens een keertje te bellen, om ze een hart onder het hart te steken, om te zeggen van, hey, ik snap dat het moeilijk is. Je zal maar zitten met mensen die dus inderdaad gehandicapt zijn en je nergens naartoe kunt. Dat is ook een zware situatie. Laten we dus dankbaar zijn wanneer we het beter hebben dan anderen. Ik ga eventjes over tot het draaien van een nummer en dan kan ik zometeen terugkomen en dan gaan we bellen naar, Peru. Kijken welke mensen daar ik heb ze al met ze afgesproken. Zij verwachten mijn telefoontje. Die zitten dus al weken stil in Peru. Is natuurlijk niet makkelijk. Even kijken wie we dan als eerste kunnen doen. Oké, die ga ik even bellen nu. Oh ja, die moet via mijn... dat gaat op een andere manier. Die gaat via de WhatsApp manier. Goedemiddag, je spreekt met Gloria. Kun je mij goed verstaan? Een beetje zacht, maar het lukt wel. Oké, we gaan het eventjes proberen of ik het harder kan krijgen. Anders misschien mijn collega's die aan de andere ruimte zitten of ze me horen, kunnen ze me even helpen dat het geluid wat harder wordt hier. Oké, mag ik weten wat je naam is en waar je op dit moment zit voor onze luisteraars? Job van der Zwet en ik zit in Cusco. En Cusco is welk land? Dat is in Peru zit ik op dit moment. Oké, is dat een grote stad, een kleine stad in Peru? Een tamelijk grote stad. Het is in de buurt van Machu Picchu. Dat is een van de 7 wereldwonderen. Dus daarvoor is wel veel bekijks natuurlijk. Ja. En hoe lang zit je al in Peru? Ik zit hier met mijn vriendin sinds 12 februari. Dus bijna anderhalve maand. Ja. Ondertussen alweer. En wat was de bedoeling? Wanneer zou je terugvliegen naar Nederland? Ons initiële idee was tot mei te blijven en verder te gaan naar Chili. Alleen, we hadden tickets geboekt voor de 22e van maart. Ja. Vanwege het coronavirus ook. Dat we dachten, nou, het is misschien toch wel verstandiger om wat eerder naar huis te gaan. Ja. Alleen, helaas was dat net een weekje te laat. Ja, want jullie zitten dus nu nog steeds vast. Is er enige duidelijkheid in de situatie van wanneer kunnen jullie terug? Wanneer worden jullie gerepatrieerd? Of is daar helemaal nog niks van bekend? We worden dagelijks op de hoogte gehouden door de ambassade. Mm-hmm. En toevallig heb ik vandaag een bericht gekregen. Daar moesten we ons inschrijven voor een eventuele terugvlucht. Oh, dat is mooi. Dat is wel hoopvol. Ja,
Oké, okay. En hoe zijn de leefomstandigheden? Waar zitten jullie? Zitten jullie in een hotel, in een hostel, een appartement? Wij zitten in een hostel. Er zitten hier nog wat andere mensen, maar niet zo heel veel. De eigenaar is best wel vriendelijk. We mogen gewoon naar buiten toe overdag om boodschappen te doen. Mm-hmm. Het is wel de bedoeling dat één persoon naar buiten gaat overdag. En in de avond is er ook nog een avondblok tussen 8 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. En die wordt wel streng nageleefd ook. Oké, okay, dus je kunt echt, en je moet per... Het is ook verplicht als je de straat op gaat. Wat moet je verplicht? Een mondkapje is ook nog verplicht als je de straat op gaat hier in Cusco. Oké, okay. Maar jullie hebben zelf geen klachten? Niemand is ziek geworden van jullie? Tot dusver nog niet. En laten we hopen dat dat ook zo blijft. Doe ons goed aan de voorschriften, zoals zo je handen wassen. Het mondkapje natuurlijk. Ja. En ja, hopen dat dat genoeg zal zijn. Ja, want heb jij inmiddels begrepen, want net ook door voor nieuwe maatregelen zijn getroffen door de regering hier in Nederland? Ik heb een berichtje, we hebben zitten in een groepsapp en één berichtje was doorgestuurd dat er tot juni geen bijeenkomsten meer mogen zijn. Ja, ik heb dat toen naar een van jullie gestuurd, tot en met 1 juni geen samenkomsten meer. Dus kapperszaken, nagel, pedicure, restaurants zijn allemaal gesloten tot en met 1 juni. En als blijkt dat je dus je niet aan die afspraak houdt, dan kan je een boete krijgen van tussen de 3.000 en 4.000 euro. Ook verjaardagsfeestjes mogen niet, zeg maar. Mag 3 personen bijvoorbeeld. Mocht je ook niet eraan houden, dan riskeer je een boete tussen de 300 en 400 euro. Burgemeesters in gemeentes die hebben nu een noodordening. Die ruimte hebben ze. Dus men kan per gemeente beslissen welke straffen of boetes ze opleggen. Dat is natuurlijk verregaande maatregelen. Maar dit wordt natuurlijk gedaan omdat de afgelopen week blijkt dat Nederlanders massaal gewoon het strand zijn opgegaan, bouwmarkten zijn geweest en nou eigenlijk een klein beetje de regels aan hun laars hebben gelapt. Ja, ze houden zich niet echt aan de voorschriften van de quarantaine. Nee, nee. Nee, het advies was zoveel mogelijk binnen blijven, niet in grote groepen gaan. Nou, dat is dus afgelopen weekend, was er zeg maar prachtig zonnig weer. Nou, ze waren massaal op het strand. Nou, was natuurlijk heel erg tot ergernis van velen, ook van veel mensen in de zorg. Dus ja, voor jullie is dat natuurlijk ook, hopen we, dat jullie natuurlijk voor 1 juni mogen vliegen. Ja, we gaan er wel vanuit dat de repatriëringsvluchten voor die tijd wel van de grond zullen gaan. Oké. Okay. We weten dat verschillende Europese landen al bezig zijn ook. Mm-hmm. En Israël is al geweest. Die zijn van de week al geweest. Die hebben het iets sneller geregeld allemaal. Dus. En die hebben al hun mensen al mee, zeg maar. Wat zegt u? Al hun mensen zijn al mee gegaan. Van de Israëliërs. Ja, de Israëliërs zijn al naar huis. En er is gisteren toevallig een vlucht gegaan van Air France met een aantal Nederlanders. En voornamelijk veel Fransen. Oké, okay. Dus jullie hebben nog helemaal geen enkel zicht op wanneer je, als het nou deze week of volgende week, kunt vertrekken? Nee, dat hebben we nog niet, nee. Er, is wel, er wordt wel elke keer gezegd dat ze ermee bezig zijn. Maar echt een specifieke datum is er nog niet. En hoe zit het financieel? Lukt het jullie nog? Is het van, alles is nu erg duurder geworden. Kun je ook alle producten vinden? Financieel gezien gaat het op zich wel goed. Aangezien we van plan hadden tot mei te blijven. Dus we hadden flink gespaard. Ja. En het lukt wel redelijk om de producten nog hier te vinden. Want het wordt wel bevoorraad gelukkig. Dus dat is wel fijn. Oké, okay, dat is zeker fijn. Het is wel afwachten. We hadden zelf wel vliegtickets al gekocht terug. Of we daar nog iets van terug zullen zien. Dat is nog een beetje de vraag. Ja, nou oké, okay. Job was het, hè? Toch is het, Job? Dat ja, klopt. Nou ik hoop voor jullie echt dat het heel snel gebeurt, dat jullie te horen krijgen wanneer jullie worden gerepatrieerd en terug naar huis kunnen keren. Ook voor je ouders, waarschijnlijk en familieleden natuurlijk ook een zorg, om dat jullie daar vastzitten. Maar wellicht is het daar beter zitten dan hier, want je wacht misschien naar buiten, ik weet het niet. Hier kunnen we ook nog naar buiten, hoor, maar ja, je zit in elk geval in een warmere omstandigheid dan hier. Nou. Het is hier ook niet heel warm in Cusco. Je zit hier best wel hoog namelijk. Maar we willen inderdaad graag naar huis. Dus laten we hopen dat er vaart achter komt. Goed, hou me op de hoogte, Job. Ik stuur je later even de link. En dan kun je jezelf nog eventjes even terugsturen. En ook misschien naar andere vrienden doorsturen. Die je dan even live op de radio hebben kunnen horen. Is goed, dank u wel, mevrouw. Oké, okay, hey, veel succes ook aan je vriendin. Sterkte daar. Dank je. Stay safe. Doei, doei.
Nou, dat was Job. Job hebben we gebeld in Peru, die daar nu zit. Zoals, ja, je hoort, ja, hij heeft deze vandaag toevallig een bericht gekregen dat ze even zich moeten melden om terug naar Nederland. Ik kan me voorstellen dat je daar natuurlijk nu gedwongen zit. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal als dat je zit, daar per vrijwillig zit op vakantie. Er is natuurlijk geen vrijwillige situatie meer, maar een gedwongen situatie. En nogmaals, we zijn met z'n allen in een gedwongen situatie. En ik vind, we moeten er het beste van maken. Daarom ga ik ook even een lekkere pokoe even opzoeken. Zodat we kunnen dansen met elkaar en het een beetje gezellig maken. Want anders blijven we in een mineurstemming en dat moeten we niet. We moeten nu eventjes, voor heel veel ZZP'ers is dit even een zware pil om te slikken. Want tot 1 juni is best wel ver, kun je stellen. Hè? Want hoe moet je dat in hemelsnaam doen als je helemaal geen inkomsten hebt? Je moet je huur betalen of je hypotheek betalen. Dus je bent echt een beetje afhankelijk van anderen. En in dit geval van de overheid ten aanzien van hun beslissingen die ze hebben genomen. En eigenlijk zou je boos moeten zijn op de mensen die afgelopen zaterdag en zondag zich helemaal niet hebben gehouden aan afspraken. Waardoor de overheid, de regering, gedwongen is geworden om ook deze maatregel te treffen. En waarom deze maatregel? We hebben het iedere keer gezegd hier bij Radio Stanvaste. Waarom zwaar op de preventie inzitten? Is ter voorkoming dat het virus zich verspreidt. Dat is het. Is niet omdat we zo in gevaar zitten. Helemaal niet. We moeten het beperken en daarom binnenblijven met elkaar, niet in grote groepen, om te voorkomen dat ding als een gekko zich verspreidt en andere mensen geen ruimte krijgen om echt behandeld te worden die hulp, echt hulp nodig hebben. U weet het, we gaan dansen, een Miloba dansie, dus we gaan lukken aan Archie van Poku. Carolina, Miloba dansondro you. Carolina, mi dammi lo vivo tru. Carolina, Carolina, so mi diari tempo sa, mi vive un po' di grazza, mi lo vemo un po' di più. Carolina, Carolina, ma mi metto te, ma no, a mi non mi dico,
Goedenavond nogmaals. Dat was Etje Rust met Carolina. Wij hebben het nu nog steeds over het coronavirus dat wereldwijd verspreid is. Waar wij gezegd hebben dat, dat we net hebben gehoord wat de regering heeft besloten. De nieuwe maatregelen tot en met 1 juni eigenlijk alle samenkomsten verboden. Dit is eigenlijk getroffen, deze maatregelen extra. Vanwege het feit dat mensen zich niet hebben gehouden aan de eerdere maatregelen. Die zijn afgekondigd, de adviezen die zijn afgegeven. Boetes kunnen gaan oplopen tussen de 300 en de 400 euro voor particulieren. Bedrijven tussen de 3000 en 4000 euro mocht je niet houden aan de nieuwe maatregelen. Burgemeesters die hebben nu noodordeningen, die kunnen zich dus daarop beroepen. Die kunnen ter plekke hun eigen regel maken. Die ruimte hebben ze nu gekregen van de regering. Dus al bij al best wel heftige maatregelen. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, het erg belangrijk is om juist zwaar op de preventie te zitten. Ter voorkoming van verspreiden van het virus. We hebben net gesproken met iemand aan in Peru, hè, een masseuse hier in Nederland. Die heeft aangegeven, ja, het is eigenlijk helemaal flabbergasted. Het heeft nu maagpijn. Hoe gaat ze nu verder? Want het was eigenlijk tot en met 6 april. Nu is het verlengd naar 1 juni. Nou, ik kan me dus voorstellen dat het een enorme klap is voor mensen die, zeg maar, ja, als ZZP'er rond moeten komen en je afhankelijk bent van inkomsten. Als je masseuse bent, als je pedicure bent, als je schoonheidsspecialist bent. Je raakt mensen aan en het is dus niet nu raadzaam. En dat het best wel zorgelijk is. En dan mogen we hopen dat woningstichting en banken ook hier rekening mee houden. En mensen de gelegenheid geven om eventjes een plas op de plaats. Dat je even die druk weghaalt van ze en zich niet verplicht te worden om alsnog huur of hypotheek te betalen terwijl ze geen inkomsten hebben. Dankjewel Yvonne dat je mij een fijne uitzending wenst. Het is een interactief programma. Ik zie dat, dat ik online ben, dat mensen meekijken. Ik ga even zwaaien. Ook even naar mijn Mattie in Suriname. Ik zwaai. Dus ik heb gezwaaid. Ja, u mag bellen. U mag ook WhatsAppen zoals Yvonne altijd doet. Dankjewel Yvonne. Ons nummer om te bellen naar de studio is 010-8435-060. Of u kunt WhatsAppen naar 06-440-881-82. De vraag is natuurlijk, wat doet dit ook voor ons met z'n allen? Ik heb u al eerder gezegd en ik wil het blijven herhalen, omdat ik vind de kracht van de reclame ligt in die herhaling. Dat het belangrijk is dat wij nu begrijpen dat we op onszelf zijn toegeworpen. Hè? We moeten nu het met onszelf gaan doen thuis. Alle buitenhuizen activiteiten zijn in één keer weggevallen. Ik vind het een heel mooi moment eigenlijk, een mooie periode in je leven om nu dichter tot elkaar te komen. Of te ontdekken van luister, Smaris Minoan Gomorovar. Met deze man ga ik het niet redden. Ik ga weg. Of met deze vrouw. Hij tak tak voert om zich voor naar Miesi. Waarschijnlijk zou ik die vrouw zijn, want net loopt tak taki. Een vrouw die zei tak tak toem si voeren naar Miesi. Dus die moet ik niet hebben. Nou, maar ik vind het eigenlijk een heel mooie periode. Omdat we nu genoodzaakt zijn creatief te zijn. Met elkaar binnenshuis. Ik vraag me af hoe andere mensen dit zien. Waarschijnlijk hebben de meeste mensen zoiets van, ja, ik wil graag naar de bioscoop wanneer ik wil. Ik wil graag naar de markt, supermarkt wanneer ik wil. Ik vind het eigenlijk een van de mooiste momenten om nu juist met elkaar het te doen. En ik heb makkelijk praten, like van Taki, want ik ben alleen. Dus ik heb niemand die me stoort of waar ik me kan gaan ergeren. Echter denk ik dat het een periode is, nogmaals, om te beseffen dat wij altijd onze activiteiten buitenshuis hadden. En nu gedwongen worden om binnenshuis te zitten. En dat vraagt geduld, dat vraagt creativiteit, dat vraagt productiviteit. En niet alleen maar consumeren, maar ook produceren. En laten we produceren aandacht, liefde, tijd. Bel die ene persoon op die je een tijdje niet hebt gesproken. Don't be a stranger, call. Sommige mensen die bellen af en toe. Of die vergeten niet te bellen. En ik doe dat ook. Dus ik moet er beter op gaan letten. Om juist in deze periode meer naar elkaar, om elkaar te geven. Meer aandacht te besteden aan elkaar. Ik ga eens even proberen of ik die andere mevrouw kan bereiken in Peru. En om even te horen hoe ze ook daar staat met de situatie. Maar, ik moet met mijn eigen nummer bellen. Iedere keer pak ik de telefoon. Maar het is natuurlijk een Nederlands nummer. Dat gaat een beetje lastig. Het is een WhatsApp-nummer. Even kijken of ik haar kan bereiken.
Even kijken. Het waren drie meisjes die daar vastzitten in Peru. Nou, dat is natuurlijk niet fijn. Ofwel. Het kan. Ja, ja, nogmaals, het is een keuze om het beste van te maken in de situatie waarin je verkeert. En dat moeten we dus met z'n allen doen. We hebben geen keus om het met z'n allen goed te doen. Zetten mensen vast in verschillende delen van de wereld. Die moeten worden gerepatrieerd. Daar is Nederland mee bezig om mensen terug te halen. Trouwens, elk land is bezig. Zoals Jap net heeft aangegeven, hebben ze dat. De Israëliërs, heeft Israël het snel gedaan. Die heeft hun mensen heel snel opgehaald. Dat is natuurlijk prettig als een land dat kan. En ja, laten we hopen dat dit ook zo is voor de mensen die vastzitten in onder andere Peru. Dat ze snel worden opgehaald en dat ze terug kunnen zijn bij hun familie. Nou, ik krijg die persoon dus niet te pakken. Dan gaan we eventjes weer een leuke pokoe opzetten. En ik ben benieuwd wat u vindt van deze huidige maatregelen. Tot en met 1 juni binnenzitten. In Suriname is dat nog niet het geval. In Suriname is er geen tijd gezegd tot wanneer het is. Men heeft in Suriname ook wel maatregelen getroffen. Ook daar zijn ze bezig met strengere maatregelen. Mensen moeten daar wel in quarantaine zitten, thuis. Omdat je natuurlijk vaak daar niet, niet de capaciteit en nog de mankracht hebt. En vaak in zulke kleine, onderontwikkelde landen is dat niet zo goed geregeld als hier in Nederland. Dus voor die mensen daar is het ook even zoeken, heeft het ook even creatief zijn. De markten, daar mocht je wel naartoe gaan. De casino's waren op een gegeven moment open. Het was een klein beetje zoeken naar welke vorm werkt het in Suriname. Hebben daar ook eventjes wat blunders in gemaakt, denk ik. Het is voor ieder land een nieuwe situatie. Ook voor iedereen, niet alleen maar de regering, ook wij als mensen, als burgers, is het een nieuwe situatie. En hoe gaan we ermee om? En meteen eerlijk, ik kan me voorstellen dat het niet altijd prettig is als je gedwongen bent thuis te moeten zitten. Maar je kunt het nogmaals gezellig maken. En ja, dat doe ik tenminste. Met dat in dansnaam also, met dans gezellig pokoe. En ik hou zelf van heel veel van Caverdiaanse muziek, van Funana. Daar ga ik dus nu ook eentje laten horen. En dan ga ik u adviseren. Staat u op. Blijf niet zitten. Lekker even de benen strekken. We zitten nou eenmaal binnen. Nou, laten we het beste van maken in de gedwongen situatie waarin we verkeren. Dit is een Funana. Dat is net zoals bij de Surinamers de Kawina of de Biggie Poku is. Is dat onder de Caribbean? We'll be right back.
ja, ja, dat was Funana, met de baya zo coupé, met de bici zo coupé. Dat is heerlijk, vind ik, Funana van de Caverianen. Nogmaals, we zitten in een situatie waar we het beste van moeten maken. We zitten in een situatie waar we verplicht zijn binnen te zitten, waar we niet zomaar meer vrij kunnen rondlopen. Het is natuurlijk te bizar voor woorden als je erover nadenkt. Lijkt of we in een film zitten. In één keer zijn we daar, zei die mevrouw die we net belden, die masseuse. In één keer ben je daar. En dat laat ons zien dat ons leven zo veranderlijk is. Je kunt alles plannen. Er is helemaal niks met plannen, hoor. Helemaal niks mis mee. Echter blijkt dat het binnen één dag, binnen een uur... We hebben het nu gehoord, binnen een uur is de situatie veranderd. Van 6 april dat de maatregelen golden, nu helemaal overgeheveld tot en met 1 juni. Nou, dat is best wel heftig. Ik ben blij dat ik geen... plannen heb gemaakt om mijn verjaardag te vieren. Ik word 60 binnenkort en iedereen zei, ja, wat ga je doen, wat ga je doen? En ik denk, nee, ik hoef niks te doen. Ik had helemaal geen plannen. Ik heb mijn zoon zelf gezegd, 2 zonen heb ik in het buitenland, je hoeft echt niet te komen. En gelukkig zeg, gelukkig als ze ook helemaal in de stress zitten van, oh, ik heb dat geregeld, dat betaald. En het enige jammer vind ik zelf, ik zou naar Suriname zijn gegaan. En dat gaat helaas niet door. Ik zou ook nog mijn goede vrienden daar zien en op bezoek gaan. En helaas gaat dat niet door. Maar dat maakt, zeg maar, moederpret, mag de pret niet drukken. Dan moet ik leren omgaan met de huidige omstandigheden, met de huidige situatie. En dan veel meer bellen met elkaar, veel meer... het facetimen heet het nog waarschijnlijk, met beeld. En... de situatie is nu zoals het is, tot en met 1 juni. Nogmaals, zijn alle maatregelen, geldende maatregelen. Burgemeesters in steden die hebben zelf de ruimte gekregen om noodverordeningen uit te roepen, als zij het SDC fit. Als je als particulier je niet aan afspraken houdt, zoals afgelopen zaterdag is gebleken dat mensen massaal naar de stranden zijn geweest en naar bouwmarkten, dan riskeer je een boete tussen de 300 en 400 euro. En als je als bedrijf ook niet rekening houdt, zeg maar wij als standvaste, bijvoorbeeld mensen zouden binnenlaten à la dol, dan riskeer je een boete tussen de 3000 en 4000 euro. De vraag werd toen gesteld door een van de journalisten, hoe zit het als je verjaardag visite hebt, mag dat? Eigenlijk niet dus, ja, 3 mensen kun je ontvangen en... ja, en als je zeg maar, stel nou, hè, je zou wel stiekem doen, want Mattie was bij me gisteren en hij zei, wat nou? We gaan komen op je verjaardag, in een loop. Nee, we gaan wel degelijk komen en we zijn rustig. Maar ja, stel nou, je komt met z'n allen daar en zal een buurvrouw snitchen. Nou, dan heb ik dadelijk een boete aan mijn broek hangen van 400 euro. No mami, no one do. Ik vind het niet erg om alleen te zijn op die dag. It's so be it. Met Danzi, met Bardi, misschien even hip, 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 hoera. Echter is het belangrijk om ons te houden aan de afspraken. Waarom zwaar op de preventie zitten? Wij hebben toegehoord van meneer Max Huisden van Suriname, die ons toen heel veel informatie heeft gegeven. Hij heeft toen ook even aangegeven dat hij gezegd heeft dat het virus zich muteert. Het virus neemt iedere keer een ander jasje aan. Dus wanneer je denkt van ik heb hem, heb je hem niet. En zoals ik al zei, nu blijkt dat we met z'n allen afhankelijk zijn geworden van andere landen. Want wij produceren hier niks. We moeten mondkapjes uit China krijgen. We moeten nu ademhalingsapparatuur zelf gaan produceren. Dus deze periode is alleen maar goed. Je wordt op jezelf geworpen en ga je zien van, I know, dit moet ik anders gaan doen. Ik bijvoorbeeld vandaag, ik ben afhankelijk van openbaar vervoer. En ik moet een hele tijd, fietsen. Om fietsen, wat zeg ik nou, de hele tijd lopen, want de tram rijdt vrij sumier. En ik zie hier dat ik een bericht krijg om voor te lezen van Parbo Travel. En dan ga ik eventjes kijken wat het nou precies is voor mezelf. De vlucht Paramaribo Amsterdam van TUI aanstaande dinsdag 24 maart gaat wel door. Dus nogmaals, de vlucht Paramaribo Amsterdam van TUI op dinsdag 24 maart, dat is morgen, gaat gewoon door. De vlucht van dinsdag om 9 uur is niet in uitvoering van het ministerie van Buza.
Dus daarom ook geen eigen bijdragen van toepassing. Passagiers zullen voor TUI een bericht ontvangen. Passagiers die nog in Suriname zijn, dienen zich aan de onderstaande link te melden. Dat is ook inderdaad erg verstandig. En niet mensen te laten komen naar een, zoals vorige keer de KLM heeft gedaan. Mensen in Paramaribo moesten dus naar kantoor. Even kijken hoor. Je moet je zo snel mogelijk registreren. Het beeld is erg klein voor mij om te lezen. Ik ga het nog eens eventjes proberen. Registreren zo snel mogelijk bij de informatieservice in het Buitenlandse Zaken. Dan weer de ambassade waar u bent en blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kan via informatieservice.nederlandwereldwijd.nl. Het kan zijn dat de site wat langer laat vanwege het grote aantal mensen dat zichzelf natuurlijk op dit moment probeert te registreren. Blijft u het alsjeblieft proberen. Volg ons ook voor de laatste update via onze website en Facebook en radiostations. Radio Fabon FM, Radio Stanvaste en Radio Boca Anvar. Parbo treffelt de Rotterdam. Dus de vlucht van morgen, nogmaals even herhalen, van TUI, aanstaande dinsdag 24 maart, gaat wel door. De vlucht van dinsdag om 9 uur is niet in uitvoering van het ministerie van Busa. Dat zijn dus alleen maar voor de passagiers, denk ik, van TUI. Ja, en ook Nederland is aan het repatriëren, natuurlijk mensen terug aan het halen. Helaas kan niet alle landen, voor Suriname volgens mij kun je alleen maar landen en dan wegmensen, weer mensen meenemen. Curaçao volgens mij is ook de grens gesloten, luchtruim gesloten voor zoveel landen. Het is inderdaad een hele speciale periode waarin ons begeven mensen. Het is historisch, historisch. Ik weet dat een vriendin van mij die verhuisde van Suriname naar Frankrijk, want haar man had daar een baan gekregen. Nou, hij is jarig vandaag, hij is 60 geworden. Zij zou vertrekken donderdag. Helaas is ook de reis gecanceld. Dus haar man is alleen in Parijs en zij zit in Suriname en zijn niet bij elkaar. Nou, dat zijn geen fijne dingen natuurlijk. En ja, dan moet je ook met de omstandigheden leren omgaan. En het beste van maken. Vira feest drape. Dringwa parbo nanga yusrevi. En feliciteer die man van een afstand. En die man zal in Parijs zitten aan Chardonnay of Sauvignon Blanc. En hij zal een wijntje drinken op zijn 60ste verjaardag. Midden tip top 60, is dat drinken watra, milop watra of een gemberbier. Wie zich genoodzaakt voelt, brengt u rustig een pom voor mij. Wij staan vaste. Breng het af, geef het af aan de deur en neem ik het mee. Nee hoor, gekkigheid. Het is nou eenmaal zo, de situatie zoals het is. Nogmaals, tot en met 1 juni zijn de huidige maatregelen uitgeroepen. Ik wil nog eventjes iets zeggen ten aanzien van een... Ik denk, is mijn collega Frans nog in de building? Is Frans in de building, mensen? Ik weet niet, ze horen me niet, ze zijn aan het kletsen daar. In elk geval, ik heb gisteren mijn collega Frans horen praten met iemand in Suriname, een NDP'er. En die meneer zei iets opmerkelijks. Hij zei, want de vraag van mijn collega was, hoe zit het nou met SRD? Ik wil mijn dollars hebben, hoe zit dat dan? En die meneer zei, legde uit, nee, onze munteenheid in Suriname is SRD. Terecht. Helemaal waar. Niks op aan te merken, het staat als een huis. Echter, hij zegt, ze moeten we ook gebruiken. SRD hier, we gebruiken SRD. En toen stelde mijn collega de vraag, maar hoe zit het nou met... toen zei hij, dat gebeurt ook namelijk toch in Nederland en in Amerika. Hij noemde die twee namen van die landen specifiek. Dat gebeurt ook in Nederland en ook in Amerika. Is toch de munteenheid euro en de munteenheid is dollar. Alleen vind ik dat een vergelijking van lik me vestje, om het netjes te zeggen. Want een dollar mij kan wisselen in alle kondre. Een euro mij kan wisselen in alle kondre. Waarom zegt deze meneer, haalt hij deze vergelijking aan? Want waar kan ik mijn SRD wisselen? You tell me. Je hebt mijn SRD, maar qua Europa, mij kan wisselen mijn SRD voor niks. Zo moet ik eens terug. Ik krijg er niks voor terug. Als ik mijn dollars heb of mijn SRD heb en ik wil naar Amerika gaan, ik wil het gaan wisselen. Hey,
krijg ik er helemaal niks voor terug. Dus ik zou van die meneer echt willen weten, waarom is het die appels en peren vergelijken? En blijkbaar is mijn collega Frans er niet meer, want anders had ik hem gevraagd of hij misschien dat antwoord wel weet. En dan, anders zeg ik, dat is een rare opmerking, toch? Want je kunt euro's en dollars al overwisselen. Maar meneer, het was een DNA-lid volgens mij. Wake-up call. SRD, minama, wissel, no one tracé. Ja, toch? Minama, wissel, amang. Dus de nieuwe wet die is aangenomen, is ook als een enorme verrassing voor mensen aangekomen. Dan plus president Mekwafaroto fout. Attack Akara, koers 5 zoveel wordt gehanteerd. Is een foutje, het moet 8 zoveel zijn. Baya, baya, baya. Weer een tralala verhaal. Dus blunder, 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 blunder. Frans, is je in de building? Nee, ze zijn aan het... Oké, Frans is in de building. Dan zal ik, maar ik wilde die vraag aan Frans stellen. Hoe dat zit ten aanzien van dat geld wat die meneer gezegd heeft. Over de Surinaamse dollar en de vergelijking die heeft getrokken met Europese, met euro en met Amerikaanse dollars. Dat is natuurlijk een vergelijking van Lick My Fashion. Ik ben benieuwd wat zijn antwoord is. En Frans wellicht zal het even weten. Er zijn heel veel dingen die zich ook nu spelen in Suriname natuurlijk. Ik vertelde u vorige keer, het is niet alleen maar op het gebied van coronavirus, is er heel veel jugu-jugu daar. Er is van alles aan de hand. Buschauffeurs die protesteren. Wat was er ook al meer? Nu vereniging van bankiers die zeggen van wacht even, deze wet die je nu doorheen hebt gedrukt, dat kan helemaal niet. Fucka, dat gaat niet. Ons geld is ons geld, daar kan je niet aankomen. Nou, dus een hele virus speelt zich daar ook af, dat eigenlijk bijna ook niet te stuiten is. En hoe krijg je dat ook terug naar normaal? Dat is een goede vraag. Hoe mensen dat gaan doen, weet ik niet. Het blijft natuurlijk ook op dit moment spannend. Zullen de verkiezingen doorgaan? Ja dan nee? Dat blijft de vraag. Geen idee. Ik hoop natuurlijk van wel. Alhoewel natuurlijk overal over de wereld samenkomsten worden verboden van mensen minder dan 100. Nu is het gebracht in Amerika, dacht ik, naar 10 mensen en in Duitsland naar 2. Nederland hanteert nog steeds zeg maar 100. Ik weet niet waar dat eigenlijk op gebaseerd is, het aantal 100. Maar goed, ze gaan waarschijnlijk dat ook naar beneden trekken. Samenkomsten onder de 100 mag sowieso niet. Volgens mij wordt nu 50 aangehouden. En ik denk dat het ook het beste is. Je ziet in Amerika ook mensen staan echt 1,5 meter van elkaar in een rij voordat ze de Walmart ingaan. In de winkels nu heb ik gezien dat ze in Nederland aangeven als klant. Want het is echt een disaster hoe mensen veel hebben ingeslagen. Zoveel hebben gehamsterd dat er gewoon lege schappen zijn. Nu is de afspraak, u mag maar 2 producten per klant nemen. He. Moet je nagaan dat wij als mensen regels nodig hebben. Anders zijn we gewoon grote egoïsten. Als er geen stoplichten waren, zouden we ook maar van alles doen. Dus nu hebben ze in alle supermarkten nu de regel gezet. 2 producten per klant, want anders vindt uw andere buurman of buurvrouw vindt dat helemaal niks. Dan ben je alleen maar met jezelf bezig. Nou, dat zijn allemaal toestanden die we hebben. 1 juni, nogmaals, is het, dat zoals de minister zegt, we zullen na 1 juni, als alles goed gaat, volop feesten met elkaar, feesten achter elkaar, dan is er niks aan de hand. Maar laten we tot en met 1 juni die maatregelen in de gaten houden. Laten we met z'n allen proberen ons te houden aan die zware preventie, juist ter voorkoming van besmetting, van enorme verspreiding van het virus. Ik ga nog 1 draaien, want zometeen leg ik er ook weer uit. En dan is het ook weer een ander Caveriaans nummer. Dat toch blijft mijn favoriet. Gilles Zomedo Moreira. Gilles Zomedo Moreira met Maria Julia.